die is nu naar de apotheek voor mij voor dat verhand te gaan halen. Ik loop er dus let, ik heb er gelukkig zo bij. Het is een beetje raar. Die heeft nu kippennoedjes gemaakt. Dat ga ik proberen eten vanavond. Ik weet niet of je het goed hebt kunnen zien. Konijnen zijn nog in een kotje. Die krijgen ook, omdat ik ze niet vrij kan laten momenteel. Maar dat is op zich niet erg. Die hebben bij kamp ook 3 dagen er gezeten. Morgen komt de Kenny. Of andere mensen voor die beestjes. Die beesten lijden geen honger, hè, mensen. Dat is het probleem niet. Dus dat, daar moet je geen schrik voor hebben of zo. Ik was aan het kijken naar de vlag van Good Life. Momenteel op de televisie. Wil je die ook zien, dag na de operatie. Eet die vlog. Trouwens niet gesponsord, maar ik ben gewoon een grote fan van Good Life. En ja, ik kijk ook naar de Bellyhaas en zo van dingen allemaal. Dus dat je het weet. Hoe voelt het nu? Ja, het zit nog altijd zo. Het is wel een beetje lastig, maar ze gaan de andere compressor opleggen. Ik mag morgen douchen. Dus dat vind ik ook al goed. En dan, ja, ik probeer je zoveel mogelijk mee te nemen in het verhaal, hoe dat eigenlijk alles gaat. Dus dat is een beetje dingen. En ik lig eigenlijk gewoon hier te slapen in deze zetel. Dat is niet altijd heel gemakkelijk in deze zetel slapen, omdat je kunt zien, je hebt al die plooitjes en doetjes. Dus het is niet gemakkelijk, sowieso niet. Maar ik doe mijn best. De camera die weegt ook super zwaar. Maar ik doe mijn best om jullie toch op de hoogte te houden van alles en nog wat. Dus dat je het weet. Hopelijk vond je dit een leuke video. Zeg het omhoog, vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Het is ondertussen al middag. Konijnen zitten buiten voor mensen die dat zich afvragen. Die hebben nu buiten. Mogen die met je spelen en zoals die braaf zijn, mogen die buiten blijven. Zijn die niet braaf? Ja, dan moet ik wel ingrijpen. Ik heb er tomatensoep ondertussen om te eten. Het doet vannacht niet zo goed geslapen, het doet nog altijd wel heel veel pijn en zo, maar het gaat wel. Het is niet zo interessant de vlogs, maar het hoort erbij bij het leven. Het is ook wat er nu momenteel aan de hand is. En om geen zwart scherm te krijgen, is dit het beste om te doen. Dus ik ben nu soep met beschuitjes aan het eten. Straks komen ze mij voor de eerste keer wassen, dus dat gaat ook voor de eerste keer raar zijn. Dus dan ga ik jullie ook vertellen hoe het aanvoelt. Maar voor de rest gaat het eigenlijk allemaal wel. Ik doe mijn best eigenlijk om zoveel mogelijk rustig te blijven eigenlijk. Ik ga misschien vannacht proberen te slapen boven. Maar ik neem jullie zoveel mogelijk mee in het verhaal dat mogelijk is. Dus we zijn vandaag ook de vierde dag, denk ik. Ja, de vierde dag na de derde dag na de operatie. Op maandag ben ik geopereerd. Ik ga straks ook eens kijken of ik de vragen van de Q&A kan beantwoorden. Dus. Maar ik heb goede mensen die me helpen. Als je goed kunt kijken, daar zit ze. Het konijn. Aan het spelen. En het genieten van de mooie dingen. Het douchen is redelijk goed gegaan, dus dat is al iets. Het was ook een man. Allee, ja, maakt niet uit of dat een vrouw of een man is. Hè. We staan daar niet verkeerd. Hè. Maar het was wel leuk. Het was een man. Ja, we hebben goed gedoucht eigenlijk. En dat was ook wel leuk om eens gedoucht te worden. Pijn deed het niet echt. Ze hebben het wel wat vermeden om te wassen. Maar het was wel leuk eigenlijk. Dus ja. En ik heb ook de wonden kunnen zien en zo. Dus ik was even schrikken. Het ziet er nog goed blauw uit, maar het gaat wel genezen. En als het genezen is, gaat het er mooi uitzien. Dus, en dan komt het allemaal in orde. Hè. Dus, ja. En straks gaan we kijken voor de Q&A te doen. Daar loopt onze muffin. Rond. Ziet, ze moeten niet altijd in een bakje blijven zitten, maar het is natuurlijk niet altijd heel gemakkelijk natuurlijk. Hè. Daarom. Ik had het gestuurd naar mijn buurvrouw voor de was en de plas te doen. Dus, mijn haar is echt zo uit. Ik ben nu naar Q Music aan het kijken. Dus het is nu Felice. Die zie ik super graag. Top vrouw trouwens. Als je dit ziet, Felice, ik ben altijd fan van u. Hè. Dus ik ben ook even live geweest. Daar ga ik graag ook even plaatsen, maar dat was echt een ramp. Allee, door de haat, niet door dat ik dat niet kon. Hè. Dus, ja, voor de rest valt dat mee. Ik ga eens kijken hoeveel graden het is, want ik heb het idee. Het is hier maar 22 graden, het is echt kou. Het is echt, het wordt alleen maar kouder en kouder, hè. Het moet zomer zijn, eigenlijk. En, maar ja, te warm is ook niet goed, want dan zou het nog erger zijn. Dus,
Ik kan blij dat die temperaturen zijn. Ik heb één kaartje gekregen. Dit zijn de verbanden die ze gebruiken voor erop te doen eigenlijk. Dus als het is goed genezen is, zal ik eens een foto maken van mezelf. De vrienden hebben wel een foto van mezelf, hoe ik er nu uitzie een beetje, maar ja, die ga ik dan niet tonen, omdat ik dat ja, bewust doe voor de kleine kindjes die meekijken naar de video. En ik wil niet dat ze schrikken of zo. Ik hou ook altijd rekening mee met de jonge kijkertjes onder ons. Maar het is wel belangrijk dat deze ook wordt meegegeven aan de jonge kijkertjes en zo van dingen allemaal. Ik ben wel trots op mezelf. De eerste vragen die ik binnengekregen heb op Instagram, dat zijn nog niet de vragen van op YouTube, zijn over superfans en wat is tegenwoordig iets trending op TikTok. Ik vond het super leuk om mee te doen met superfans. Het was een leuke ervaring om mee te doen eigenlijk. Ik zou het sowieso misschien nog wel een keertje doen als ze me dat vragen. Ik vind het alleen jammer dat de beelden nu verkeerde contents op volledig op social media staan. Maar ik zou je wel aanraden om zeker de video op het kanaal eens te bekijken. Daar zie je ook onze ervaring en onze reactie daarop. Dan de volgende vraag. Alles goed. Dat zijn de meeste vragen eigenlijk hoe het met mij gaat. Het gaat eigenlijk wel. Het is niet dat ik heel veel pijn heb, maar ik moet wel heel veel rusten voor de wonden goed te genezen. En dan gaan we wel een paar maanden, alleen een maand en zoveel geven. En dan gaan we op school sowieso een afspraak maken om de leerkrachten dat alles te laten zien. De collega's natuurlijk van mij, om dat te laten zien. Omdat dat is ook niet niks. En ik denk ook wel dat die mensen ook met heel veel vragen zitten van hoe voelt dat nu? Heb je pijn? Kan je alles? Hoe ziet dat er nu uit? En zo van dingen allemaal. Mijn echte vrienden hebben vandaag de foto gezien. Omdat ik dat wel belangrijk vind om mijn vrienden goed in te lichten daarover allemaal. En de rest, ja, die heeft dat nog niet gezien, maar gaan eens kijken op YouTube of dat daar nu al vragen staan. Ik probeer iedereen te beantwoorden, maar dat is niet gemakkelijk om nu alles zo wat te zoeken, om daar nu echt wel een video van te maken eigenlijk. Even kijken, ik wil je zelfs nog bedanken voor de 25.000 die ik heb gehaald op TikTok ondertussen. Ja, we gaan dan morgen gewoon in een video gooien, denk ik, al die vragen. En dan is het ook gemakkelijk om terug te vinden voor jullie. Momenteel is het allemaal een beetje moeizaam, zodat er misschien de video's een beetje saai zijn. Maar als je ergens naartoe mocht gaan, momenteel kan je ook niks doen. Dus dat is een beetje lastig natuurlijk. Maar hopelijk vond jullie dit een leuke video. Zeker duim omhoog, vergeet niet te abonneren. En ik zeg het, heb je nog vragen daarover? Laat ze dan zeker in de comments achter. De video's lopen wel 10 dagen achter, hou daar rekening mee.